Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Het is inmiddels 10 voor half 12 en ik ben echt net wakker. Die jetlag maakt me echt dood gewoon. En Rob was zo lief om vanmorgen naar de slager te gaan en allemaal dingetjes te halen en ontbijt neer te zetten. Ik krijg alleen echt geen hap door mijn keel. Ik sliep gisteravond helemaal niet zo laat, want ik had een slaappil genomen, zodat ik weer terug in het ritme zou komen. Maar ik voel me echt alsof ik midden in de nacht weg moet voor een soort vlucht of iets, I don't know. Ik ga eventjes sporten met Rob en Gilly buiten. Het is gelukkig droog en de zon schijnt, dat is mooi. En ja... Even een... oh ja, ik ga even beginnen met... wat? Supplementen. We hebben net gesport. Ik heb gesport met... de winnaar. Word je niet helemaal gek van iedereen die nu... Nou, het grappige is een beetje dat het... ik ben nog niet buiten geweest. Oh ja, en jij bent natuurlijk al 100 jaar terug. En dan dat is al een half jaar geleden. En ik wist het natuurlijk al op 15 juni. Ja. Jij ook. Maar. En nu is het pas een soort van dat mensen zeggen: nou, wat gaaf zeg, gefeliciteerd. En ik, ja, zo'n half jaar geleden. Ja. Je weet niet eens hoe het voelt om die stenen te sjouwen. Nee. Ik kreeg zoveel boze reacties dat ik een story had gepost met dat jij had gewonnen. Alleen maar spoiler dit, spoiler dat. Denk ik, als je het zo erg vindt, dan moet je gewoon kijken. Als je echt fan bent, dan kijk je gewoon. Moment supreme. Nou ja, dat is het grappige. Dat had ik elke keer. Maar ik had op een gegeven moment echt zoiets van: ja, dan moet ik dus voor 100 mensen gaan wachten met het delen. Ja. Ik doe altijd bij programma's, als ik iets niet wil zien, dan kijk je niet. Dan kijk ik niet op social media. Ja. Ik deed altijd bij de Voice of Holland vroeger, toen ik echt fan was voor Ben Sanders. En ik kon niet kijken of ik had een verjaardag. Dan keek ik gewoon de volgende. Dan keek ik die hele avond gewoon even niet op Instagram. Ja. Maar goed, nou ja. En dan ben je een goede fan. Een goede fan. Wij gaan even na het sporten, wat echt ontzettend zwaar viel. Want ik had denk ik... Nou, dat is voor jou 6 uur 's nachts. Ja, dat ook. En 2 weken voordat ik wegging was onze trainer weg. Dus nu hebben we lekker buiten, frisse neus. Ik denk dat het echt de laatste keer is dat we buiten hebben kunnen trainen. Want het gaat sneeuwen ook en zo, hè? Nee. Ja, echt. Daar ben ik echt blij mee. Ja. We gaan nu even lekker een Joe en de Juice halen. Ik heb trouwens gisteravond in 1 ruk dit boek uitgelezen. Het is niet zo'n super dik boek. Dus het is ook niet alsof dat een soort accomplishment is. Maar dit is het boek van Thijs Verheul. En ik werkte dus... eerder altijd samen met United Wardrobe. En Thijs was een van de oprichters daarvan. En ik weet nog wel dat hij echt zelf altijd die kleding bij mij kwam halen. Het dan online ging zetten en ging fotograferen en zo. Hij kwam zelf het gewoon met zijn auto voorrijden. En dan laadde hij al die zakken met kleding in. En op een gegeven moment, hij had het met 2 vrienden. Hebben ze United Wardrobe verkocht aan Vinted. En dit boek heeft hij dus geschreven achteraf en het heet Voor hoeveel heb je het verkocht? Thijs Verheul, het verhaal van United Wardrobe van idee naar exit. En ik vind het een heel inspirerend verhaal. Hij was 28 toen hij United Wardrobe aan Vinted verkocht. Dat is, ja, het is heel knap hoe ze dat hebben gedaan en hoe snel ze hebben ingespeeld op de tijd van nu, zeg maar, en het online verkopen. Dus ja, ik moet zeggen, ik vind het wel een hele leuke tip om te kopen als je ondernemen interessant vindt en gewoon van innovatieve ideeën, et cetera, houdt. Ik zal het linkje naar dit boek even in de beschrijving zetten. En ik vind het gewoon voornamelijk heel erg leuk, omdat ik Thijs ken. En little fun fact, ik sta er ook in. Oké, ik heb echt met een bloedgang gedoucht. Mijn haar gefeund. Ik vind dat het best goed gelukt is. Me redelijk deels opgemaakt. Een samenwerking opgenomen. En nu ga ik naar kantoor. Volgens mij liggen er zoveel spullen die ik uit moet zoeken. I can't. Ik ben op kantoor en we hebben weer een nieuwe Decennial Wall. En ze hebben nu een wintersale met 40% korting op alle posters en 10% korting op lijsten. Normaal gesproken geldt het nooit op de lijsten. Met mijn code Monica Holiday krijg je ook nog eens 10% korting op de posters. En de persoonlijke posters, die gepersonaliseerde, die zijn dus uitgezonderd. Ik heb echt nu voor een soort iets meer sophisticated lookje, iets rustiger, beetje zelfde kleuren. Ik vind deze heel erg cool. En ik kies eigenlijk gewoon altijd, ik heb hier altijd dezelfde lijsten hangen. Maar ik kies gewoon in verschillende maten houten, zwarte lijsten. En dan ziet het er altijd heel mooi uit. En je moet gewoon eventjes een beetje bekijken hoe je het wil positioneren zo naast elkaar. Maar I like this. Ik vind het vooral heel erg leuk dat ze bij Decenio dus een eigen afdeling hebben waarbij ze alle posters zelf maken. En die worden ook constant weer aangevuld. Ik heb voor Sarah Lizzie heel veel leuke posters, maar je hebt ook posters om bijvoorbeeld je keuken op te leuken of je badkamer. Je hebt echt voor iedere kamer in het huis heb je wel een sectie met allemaal verschillende designs. En ook handgeschreven dingen of quotes en dus allemaal verschillende lijsten. Ik vind het echt enig. Ik denk dat iedereen die op de site kijkt wel iets kan vinden wat hij of zij leuk vindt. Ook heb ik dit jaar zelf een collectie samen met Decenio gemaakt. En die posters zijn ook nog steeds beschikbaar. Vind ik echt heel erg leuk en echt een collectie waar ik trots op ben. Ik hoop met ze samen te werken nog in het nieuwe jaar. Maar voor nu was dit de laatste samenwerking van het jaar. Wij gaan lekker eten. Fico besteld, schnitzel, spinazie, meatball, steektartaar en zo. Oké, het is echt een goor verhaal. Maar op de Dominicaanse Republiek hadden ze dus zandvlooien op het strand. En ik heb daar zo'n ontzettende last van. En ik stel me nu echt niet aan. Ik stel me echt heel vaak wel aan. Ik kan het niet eens laten zien op beeld. Zo ranzig is het. Maar ik zit onder de bulten en de wondjes. Het is niet normaal. Ik heb mezelf helemaal opengekrapt. Het is echt, echt heel erg. Dus ik heb nu een receptje gekregen van de dokter. Sowieso dit. Even kijken. 1 keer per dag tablet. Oké. Dit moet ik dus nemen. Volgens mij is dit tegen de allergie. Want ik denk dus dat ik allergisch ben. En een crampje. 2 keer per dag dun op de huid aanbrengen. Maar dat moet je dus iedere keer op elk plekje los gaan aanbrengen. Dat is bijna niet te doen. Maar ik ga zo'n pil nemen, want ik ben echt... Ik ga dood. Zo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En ik heb zo'n last van die jetlag. Het is echt... Ik kan wel zeggen, ik weet niet hoe het komt, maar ik geef er ook totaal aan toe. Gisteren weer tot laat serie zitten kijken. En ik werd echt pas om 12 uur wakker. En ik heb ook eigenlijk een beetje zoiets van... Ik vind het wel even lekker zo. En Sarah Lizzie slaapt nu nog 3 nachtjes bij Lars. Voordat hij weer terug gaat naar Korea. Dus ik denk ook, ik hoef ook niet super vroeg op. Omdat zij wakker is. Dus eigenlijk kan ik het er best wel van nemen. Dus dat probeer ik ook te doen. Het is inmiddels 2 uur. En ik heb me net klaargemaakt. Ik heb mijn haar gefeund. En ik moet zeggen dat het me best goed afgaat, dat veunen. Ik ga maar eens ontbijt maken. Daarna ga ik... Vrijdag doen we een lunch met kantoor. Bij mij thuis. Nou, kantoor is... Ik kan nu heel interessant gaan doen, maar gewoon Stan en Manon. Dus ik ga even boodschappen daarvoor doen. Want morgen ga ik een dag met Robert Rodenburg. Ik zie altijd in de comments dat mensen verward zijn tussen mij Robert of Robert Rodenburg. Ikzelf ook. Ik vind het heel irritant om dit te zeggen. Ik ga morgen een dag met hem naar Antwerpen. En vanavond gaan Rob en ik, mijn Robert, eten bij Lars met Sarah Lizzie en Mees. Want Mees is ook in het land. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga ontbijt maken. Oh mijn god. Ik sta in de car wash. En ik had mijn dak voor ongeluk open laten staan. Dus het komt nu letterlijk hier doorheen. En de hele achterbank is nat. Wat erg! Oké, ik heb eindelijk mijn auto's weer een keer gewassen. En daarna ben ik eventjes in de buurt dingen gaan zoeken voor de kerstlunch. Ik wil er eigenlijk echt even iets leuks van maken. Alleen, ja, ik ben vrijdagochtend pas in de ochtend terug. Dus dan heb ik niet echt heel erg veel tijd. Dus ik heb nu alvast pastijtjes gekocht met ragout. Ik weet zeker dat ze dat super lekker vinden. En dan ga ik nu eventjes, denk ik, via Gorilla's gewoon kijken wat ze daar hebben. En dan kan ik alvast wat dingen prepareren. Nou, ik dacht ik doe eventjes wat leuke lampjes in de plant. Dit ziet er letterlijk niet uit. Ik kan dit gewoon niet, dit soort dingen. Ik ben hier zo slecht in. Ik zit hier te bedenken, waar kan ik het dan nog meer hangen? Maar het is echt een triest horen. Jamil van Westwing stond net voor de deur. Ik kreeg net al een pakketje eerst van Gorilla's. Die kwamen een kaartje brengen en allemaal kerstgifts. En nu kwam Jamil dus van Westwing. Mede geweldig mens. Ik ga stuk. Deze is voor jou om dat oestertje lekker comfortabel te laten relaxen. Zodat we in 2022 samen goed los kunnen met verse oesters, peukies en Fernandes of champi. Zo leuk. Oh my god. En zit iets in. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is echt heel erg. Oh mijn god. Ik krijg een paniekaanval hiervoor. Hij zei, maak het gouden envelopje eerst even open, maar oh my god, ik ben helemaal in trance. Hij had een muis uitgeprint. Ach, ik was dus van de week samen met Rob in de Albert Heijn. En ineens duwt hij me weg en ik kijk hem aan van, wat doe je? En ik keek naar beneden en ik zag iets liggen op de grond. En het was een doodgetrapte muis. Oh mijn god. Dus ik kreeg een zieke paniekaanval in de Albert Heijn. Ik moest huilen, ik moest die tent uit. Oh mijn god. En toen dacht ik meteen aan het moment dat ik in mijn vlog ging huilen om een muis. En toen dacht ik, ik ga nu de camera gewoon niet pakken, maar ik wil het toch even zeggen. Oh my god. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Nee, donderdag is het. Oh, wacht. Het is vandaag donderdag en ik ga nu Rob ophalen en dan gaan we richting Antwerpen rijden. Ik moest eigenlijk om 10 uur daar zijn. Het is nu 11:15. Prima geslapen. Ach, wij zijn onderweg naar Antwerpen. We zijn nog heb je 4 frietsaus? Mm-hmm. Voor wat? Ik eet ook kipnuggets met frietsaus. Gadver. Dat is super lekker. Ik hoorde ook laatst iemand die zijn quarter pounder in de frietsaus doopt. Oh, dat is ook een goeie hoor. Doe ik dat met hamburger. Maar we zijn nog geen uur onderweg. Ontbijt, wat erg. Het voelt als een mukbang. Weet je nog die mukbang die nooit online is gekomen? Het is echt een succes. Maar ik vind dat wel langer gereden. Oh, ik vind frietjes zo lekker. Vooral ze zo warm zijn. Als ik ze dus heel vaak bestel, Mac, dan is die friet al een beetje slappig. Nu is die net uit de friet. Bam. Ik denk dat dit mijn geluk is. Ja, ik ook. Dit is zo lekker. Maar eigenlijk heel eenvoudige mensen. Dat ze met zo weinig zo gelukkig zijn. Lekker van die gezouten. Lekker slappig. Ik hou van slappe friet. Nou, Rob en ik zijn inmiddels al een tijdje aangekomen in Antwerpen. We zijn nu bij Fine Fleur. Ziek lekkere lunch. We zijn nu al bij het hoofdgerecht beland. We hebben net echt al 100 gerechten gekregen en 100 glazen wijn. Is het lekker? Dat is heerlijk. Ach, wat heerlijk. Echt helemaal. Ja, hè? Ik kan zo wat kotsen van de drank. Oh, lekker die plakken truffel erop. Yummy, yummy, yummy. Oké, na onze Boozy brunch zijn we de hele dag door de stad gaan struinen. 2 uur. 2 uur. We hebben 2 uur in de rij gestaan en toen weer niet en toen weer wel en toen weer niet. Uiteindelijk geslaagd voor de kerstcadeaus. En Rob voor zijn vakantie. Ja. En we gaan nu eventjes naar het hotel. Eventjes liggen. Je hebt zeker niet je laptop mee of zo. Nee, ik dacht ik kunnen we Gooise Moeders kijken. Ja, dat we kunnen het wel op 1 telefoon doen. Oh ja. We leggen hem lekker op bed neer. Ja. Even lekker kijken en daarna lekker drinken weer. Ja. En dan gaan we nog eventjes lekker eten en dan gaan we drinken. En lekker katslam lekker in bed belanden vanavond. Heerlijk. We hebben even een stukje Gooise Moeders gekeken op de kamer. Wow. En welkom in het allerslechtste licht van de wereld. En toen even snel opgefrist. Niet echt geluk zoals je ziet aan mijn kop. En nu gaan we weer eten. Ik heb echt nog steeds helemaal zo'n volle maag van de lunch. Jij niet? Ja, nee hoor. Nee? Ik heb echt kapot veel trek. Echt? Pasta truffel. Ik ben te dik. Kom maar. Ik niet meer te eten. Oh. Graflift. Auw. Nee, hier zijn echt mensen in gestorven in deze lift. Ja, we gaan weer eten. Wel. Ja, Jesus fuck. Rotte eieren. Ik heb alleen geen mondkap. Ja, die gooi ik net op bed naar je. gemaakt. Geprankt! Geprankt! En we gaan nu lekker eten en dan gaan we het ronkelsnest in. Ja. Dag! Een mooie foto maken bij de kerstboom zo. Wacht. Kut, hij doet het niet. Ach, ik ook. We hebben net heerlijk gegeten. Bij de Josephine. Ja, Josephine. Ah, en daar is de chef. Heerlijk, het was echt fabulous. Dank u wel. Dat is bedoeling. Gelukkig. Fijne avond. Ja, hetzelfde. Dank u wel meneer, u ook. Gaat goed komen. Ik hoop het. Oh, we hebben... Hoezo? Deze man schaamt zich voor jou. Deze vond jij gewoon gênant. Nou, ik schaam me voor die vrouw die voor ons kwam. Die zei dat de ragout droog was. Want die ragout was fucking lekker. Weet je wat ze zei? Oh, ze zei... Toen kwam die chef zo... Vonden jullie het lekker? Ja, het is wel lekker, maar het is een beetje droog. Beetje droog. Ja, zei die man. Ja, droog. En toen zei die man, die hele chef zei super lief van... Oh, ik heb hem echt helemaal niet zo heel erg doorbakken. Ja. En ik heb het echt wel rustig... Ja, het is een beetje droog. Echt zure pieps. Ja, echt van die oude verzuurde mensen. Mag ik ook een peuk? Ja. Die graf aansteken. Ja, die aansteker is echt afschuwelijk. Nou, we zijn weer op de kamer. We hebben echt super lekker gegeten bij de Josephine. En daarna zijn we even naar Bar Henry's gegaan. Dat is echt heel leuk. Echt een aanrader. Dus Fine Fleur was lekker. De Josephine was lekker. En Bar Henry's is super leuk. Wat? Jij kan kakken. Oh, wat attent. Heb je zo snel gekakt? Nee, ik heb niet gekakt. Ik heb snel geplast zodat jij uitgebreid kan kakken. Pis. Oh, ik heb heerlijk gedoucht. Rob is nu douchen. En ik ben vandaag gelukkig geslaagd voor de kerstcadeaus voor Stan en Manon. En ik heb ook iets heel moois voor mezelf. Godverdomme, ik zit helemaal vast in mijn... Voor mezelf gekocht. Namelijk deze prachtige hartjesring. En ik krijg altijd heel vaak de vraag waar mijn ringen van zijn. Deze is van Carat Antwerp. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Maar ze hebben een Instagram. Ik zal hem wel eventjes hierbij zetten. En ik heb een keertje een armband van hun gekregen. Dus ik kwam die winkel binnen en toen herkenden ze me en ik zocht een cadeau voor Manon. Dus die heb ik gevonden, dus daar ben ik heel erg blij mee. Toen heb ik zelf deze ring nog gekocht. En hebben ze me een super lief kerstcadeau gegeven. Echt, ik was helemaal flabbergasted. Het is ook niet gesponsord, maar die mensen waren zo ontzettend aardig. En ja, ik had daar dus 2 cadeaus gekocht en eentje voor mezelf, honestly. En ja, ik weet niet, ze waren zo lief. Dus dit is volgens mij een tasje voor Manon. Dit is een tasje voor Stan. En ik ga nu de armband met jullie unboxen. Ja, dit was dus de ring al die ik al had unboxed. En dit is de armband. Ach, ik kan niet wachten om hem te doen. Echt niet normaal. Ze hebben dus een winkel in Antwerpen, maar ze hebben ook een online shop. Oh my god, hij is prachtig. Niet normaal, hij is heel dun. En dan helemaal bezet met diamantjes. Echt zo mooi. Dus dat ga ik met heel erg veel plezier dragen. Ik ga hem denk ik gewoon meteen omdoen. Ik ben er zo blij mee. Ontzettend mooi dit is. Zo subtiel. Ik ben er echt zo blij mee. Niet normaal. En uiteraard ook met de ring die ik heb gekocht. Alleen, ik zit nu te denken, misschien is die ook wel heel erg leuk als pinkring. Daarin vind ik hem eigenlijk nog vetter. Dus ik denk dat ik hem even bij een juwelier moet laten vermaken naar mijn pink size. Maar ik vind hem zo cool. En ik vind het dan ook heel leuk als je dan... Oeh, hier, hij is dus veel te groot voor een pink. Als je hem dan alleen zo draagt. Dus met verder niks. Zo vet vind ik dit. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en wij zijn ook gewoon in Antwerpen. Het is 9:45, of trouwens nee, het is 9:55. We moeten heel snel gaan en we rijden weer terug naar Amsterdam. Ik heb zo'n kerstlunch met Stan en Manon en ik voel echt een dikke puist opkomen hier. Oh my god. Vreselijk. Merry Christmas. Oké, ik heb echt ziek gestrest. Ik heb binnen een uur mezelf klaargemaakt. De lunchdeals voorbereid. Blinis met zalm, caviar. Ik ga straks biefstuk bakken, pastijtjes, ragout, groenten en aardappelen uit de oven. En ik moet nog even alle resterende troep hier opruimen. Cadeautjes staan klaar. Ik heb er helemaal zin in. Ik denk alleen dat ze wel... ze zijn al te laat. Maar ik denk dat ze te laat komen. Ja, volgens mij wel. Het eerste dingetje staat. Ik ben erg benieuwd hoe het smaakt. Nou, we hebben de kerstlunch gehad met Stan en Manon. Nu is Matthijs hier. Lars heeft net even zijn religie afgezet. Dus die is hier nu. En die gaat vanavond wel kerstvieren met Lars. Maar dan konden wij er ook nog even zien. En Matthijs heeft me zojuist... Nou, ik heb ten eerste echt van Stan het allerbeste kerstcadeau ever gehad. Want ik wilde dit al zo lang. Deze pan. Oh my god. Het fornuis is helemaal vies omdat ik natuurlijk net gekookt heb. Maar oh mijn god. Ik wilde deze pan al zo lang. Ik ben zo blij dat ik hem heb. En ik had nog even snel last minute een kerstcadeau voor Rob. Dus die ga ik even inpakken zo. En ik heb dus net dit kerstcadeau gekregen van Matthijs. Ik weet toevalligerwijs al wat erin zit. Het is echt gestoord. Wij komen net thuis van het kerstdiner bij Rob zijn moeder. Oh shit. Start je nog een vuilniszak. Dat ik uiteraard heel kut als we hier nog moeten slapen. Of als we vannacht nog moeten slapen. Ik heb jullie helemaal niet mijn kerstcadeau van Matthijs laten zien. Echt. Oh, ik sta hier in mijn stream. Ik heb geen zin meer om mijn broek dicht te doen. Deze fantastische schoenen gekregen. Nou, dit schreeuwt toch mijn naam. Hey, heb je gedoucht? Ja. Echt love it. Ene. Super blij mee. En Jetteke van de Moon Sisters, die kwam vandaag langs om deze te brengen. Echt super mooi gepersonaliseerd. Zo ontzettend mooi in dit handschrift. Maken. En de Moon Calendar zit er uiteraard in. Echt leuk. Ik ga deze ophangen in de keuken, denk ik. Goedemorgen, het is vandaag eerste kerstdag. Wij liggen lekker Jomanda te kijken in bed. We zijn er nog steeds niet klaar mee. Het duurt wel lang, hè? Ja, dit is wel de laatste, denk ik. Oh. En er is lekker eten besteld. Christmas breakfast. Even holly jolly Christmas. Heerlijk. Zo, ik vind het nu al een van de betere kerstjaren ever. Sarah-Lisse is nog voor de laatste dag bij Lars. Dus wij hebben eigenlijk vandaag helemaal niks op de planning. Gewoon echt de hele dag thuis. Zo ontzettend lekker. Ik ga misschien wel nog heel eventjes naar mijn broer en mijn moeder. Maar niet een mega groot kerstdiner en... opdoffen en doen. Dus dat vind ik echt heel erg chill. Dus ik ga even lekker een momentje nemen voor selfcare. En dat doe ik met Kylie Skin vandaag. Ik ga de Foam Face Wash gebruiken. De Milk Toner. De Moisturizer. Het Vitamine C Serum. De Eye Cream. En het Lippenserum. En ik heb een hele briefing erbij gekregen met wat het allemaal doet. Dus dat kan ik goed uitleggen terwijl ik het gebruik. Dus we gaan beginnen. Ik zal heel even de helderheid van mijn camera iets lager zetten, want ik heb het idee dat hij wel heel hoog staat. Ja, hij stond echt heel hoog. Oké, ik ga eventjes mijn haar vast doen. Als eerste. En dan begin ik dus met de face wash. En ik zal even opzoeken wat daar nou precies in zat. Alle producten van Kylie Skin zijn dermatologisch getest. Niet op dieren getest, vegan en glutenvrij. En de Foam Face Wash haalt alle restjes make-up, vuiligheid weg. En deeply cleanses en refreshes the skin. Haalt excess olie weg. Dus ik heb ook altijd dat ik mijn make-up weghaal met een olieachtig product. En dat dat dan op je gezicht blijft zitten. En daar krijg je dus puistjes van. Dus ik ga... daarmee beginnen. Ik vind de producten van Kylie Skin zo ontzettend mooi qua vormgeving. Eigenlijk alles van Kylie. Ik zal even een handdoek eerst alvast een beetje nat maken met warm water. Nou, het is nog niet echt warm. Oké, volgens mij zit een hele lekkere foam. Oeh. Het is heel erg luchtig. En zacht. Heeft ook niet een artificial geur of zo. Het is echt een zachte, schone geur. Het komt echt heel zacht aan. En dat hou ik er dan af met een natte handdoek. En belangrijk daarna ook weer je gezicht echt goed droog te maken. Zo. En dan gaan we de Vanilla Milk Toner gebruiken. Je doet een klein beetje op een wattenscheefje. En dat tap je dan zo op je gezicht. Deze is goed voor het purifying effect. Maakt je gezicht zachter. Er zit avocadoolie in. En wat zat er nou nog meer in? Apple fruit extract. Plumps the skin. En dit zorgt ervoor dat je poriën minder zichtbaar worden. Dat laat ik even inwerken. Terwijl dat aan het inwerken is, gebruik ik de eye cream. En ik moet zeggen dat ik dat echt veel te weinig gebruik. Ik ben zo iemand die het dan te ver laat komen. Dat mijn ogen helemaal kapot gerimpeld zijn. En dat ik dan pas begin met oogcreme. Dus dat moet ik echt in mijn routine vast gaan zetten. Best wel een stevige substantie. Dit masseer ik eventjes in. Er zit cafeïne en groene thee onder andere in. En dit zorgt er gewoon voor dat je huid onder je ogen een stuk heel dun. Dat hij het wat steviger, strakker en natuurlijk moisturized. Zo. Oké. Dus dit is ingewerkt. Ga ik door naar het vitamine C serum. En ik ben echt super fan van vitamine C serums. Ik breng gewoon een aantal pompjes aan op je vingertoppen. En dat masseer je dan zo in. Het serum ruikt heel lekker. Het geeft je skin echt een boost. Groene thee zit hier ook in. Oh, dat is misschien ook echt wel wat ik ruik. Het geeft je een boost, een glow. En helps firm the skin over time. Het voelt heel lekker, totaal niet plakkerig. Dan gebruik ik deze lipolie. Die heb ik al vaker en langer in gebruik. Dit is echt een hele fijne. Gewoon eventjes om alles te hydrateren. En ik vind deze ook heel fijn om te gebruiken voordat je gaat slapen. Echt top is deze. En dan tot slot de Face Moisturizer. Ik vind die verpakking echt top. Ook omdat het zijn pompjes. Dus dan heb je niet dat gedoe met potjes en dingen die niet helemaal leeg raken. Dit kan je gewoon helemaal tot al het product op is. Kan je het zeg maar uitsmeren. En deze is ook heel lekker. Voelt goed. Smeert ook makkelijk weg. Heeft ook helemaal niet een overheersende geur. Echt heel neutraal. Ik zal even alle producten die ik gebruikt heb in de bio zetten. Ach, heerlijk. Dit soort momenten moet ik echt vaker nemen. Gewoon heel eventjes. Wat kost het nou voor mijn dag? Misschien 10 minuten. Hooguit. En heb je toch even net iets meer in je skincare gestoken. Oké, nou eigenlijk zouden we dus niks gaan doen deze dag. We zijn toch een wandeling gaan maken. We zijn even naar Rob, zijn zus en haar vriend gelopen. En Martijn, haar vriend, heeft dus corona. Dus daardoor zijn alle kerstplannen een beetje in duigen gevallen ook. Dus we gingen eventjes naartoe wandelen, maar het is zo ontzettend koud. Dus ik ben nog helemaal bevroren. En ja, eigenlijk wilden we vandaag gaan chillen en lekker thuis blijven. We hebben even bij hem voor de deur een wijntje gedronken. Maar ik dacht, ik bestel toch even lekker wat boodschappen. En ik ga nu toch lekker eten maken en oesters. Ik begin met oesters. Dan doe ik aardappelen met crème fraîche en caviar. Dan entrecôte met een eigen gemaakte peper, champignonroomsaus. Met haricot vert en dan daarna bastonje met ijs. Dus dat ga ik nu preppen. Oké, ik heb de rode wijnazijn met de uitjes gemaakt. Ik ga nu beginnen aan de roomsaus met peper en champignons. Dus die ga ik nu snijden. Zo. heb ik eerst best wel wat boter laten smelten. Daarna ui erbij en een bouillonblokje, groentebouillonblokje daaroverheen gedaan. Dan gaat nu de champignon erbij. De champignon laat je hem een klein beetje zo aanbakken. Dan nu er wat van die zwarte peperbolletjes bij. En daarna gewoon slagroom. En dat laat je helemaal dik worden. Totdat het echt een dikke saus is. En dan kruid je hem nog even waar nodig met extra peper erbij. Zo, dan doe je er gewoon zo'n pak bij. Die schenk je helemaal uit. En dan duurt het dus echt best wel even voordat dit uiteindelijk een dikke substantie heeft gekregen. Dus ik heb het vuur nu middelhoog staan op een 7. En dit gaat dan koken en dan wordt het steeds, je moet het blijven roeren. En dan op een gegeven moment is het straks een dikkere saus. Oké, dit sausje is rustig zijn ding aan het doen. Hier heb ik wat aardappelen gemeshed en daar komt zo crème fraîche en caviar op. En hier heb ik de eerste gang. Dus daar ga ik nu mee naar boven. Lekker met champagne. Oké, achter mij begint het langzaamaan een ravage te worden. Inmiddels ben ik bezig met gang nummer 3. De saus is nu heerlijk aan het opkoken. En ik gebruik mijn nieuwe pan die ik van Stanley heb gekregen. Daar wordt nu boter in aan het smelten. En daarna gaat dit daarin. Ach, heerlijk. Ik heb dus alleen geen foto gemaakt van gang nummer 2. Of tenminste, niet gefilmd, maar een foto gemaakt. Het was zo lekker. Het was mashed aardappel met crème fraîche en caviar eroverheen. Echt oh, zo heerlijk. Ze hebben bij mijn supporter een soort gelijk gerecht. En die heb ik eigenlijk gewoon heel cheap na proberen te maken. Met de saus gaat het echt al de goede kant op. Misschien dat ik er zo nog wel even wat extra verse champignons nog doorheen doe. En wat meer peper. Nou, de saus is inmiddels perfect. En dat zie je aan als je dit doet. Dat je dan een stuk van de pan zeg maar kan zien. Dan is die dik genoeg. Hij is heel lekker. Wel een beetje aan de zoute kant. Maar dat komt echt op dat bouillonblokje. Dus wellicht dat je daar iets minder van moet doen dan de hele. Maar ik heb ook te veel saus gemaakt überhaupt. Want we zijn met z'n tweeën nu. En daar is gang nummer 3. Alles is weer opgeruimd. En wij hebben boven de documentaire van Caitlyn Jenner gezien. Was echt heel erg indrukwekkend. Kan ik echt iedereen aanraden om te kijken. En nu had ik heel erg veel zin om lekker Emily in Paris te gaan beginnen. Dus ik ga lekker naar bed. Het is 9:30 en Emily in Paris starten. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ga Sarah Lizzie ophalen. Ik ga even een ontbijtje voor haar maken. En dan spring ik de auto in. Ik heb zo'n zin hierin. Sarah Lizzie is eindelijk weer terug. En wij gaan lekker kerstontbijten. Ik ben lekker gaan douchen. Sarah Lizzie lekker in bad geweest. Rob is kerstlunchen met zijn moeder, zus en oma. En ik heb hem haar gefeund. En ik ben er weer heel erg over te spreken. Ik kwam kerstavond bij mijn schoonmoeder op het kerstdiner. Oh, ik kwam op kerstavond bij mijn schoonmoeder op het kerstdiner. En die vroeg, hey snoesje. Ik wil daar zitten. Wil je bij mij zitten? Kom maar. En die vroeg of ik niet stiekem naar de kapper was geweest. Maar niks van dat. Ik ga even wat eten maken. Matthijs komt zo nog even gezellig langs. Vanavond hebben wij kerstdiner bij Rob's vader. En ik ga heel eventjes een preview opsturen voor een samenwerking die ik heb. Wil je nog iets eten? Ja? Eet maar eerst je broodje op. Dus dat. Nou, ik ben echt super blij met hoe mijn haar is gelukt. Chocola. Oester. We hebben even een kleine borrel. Oké, wij zijn klaar voor het kerstdiner bij Rob's vader. En ik laat de camera thuis, want ik ga er toch niks filmen. Dus ik zie jullie morgen weer. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb weer mijn eigen haar een touch-up gegeven. Ik heb dit jurkje aan van Valentino. En ik heb deze laarzen aan van Paul Warmer. Volgens mij zijn ze gewoon van Paul Warmer zelf. En we gaan. Nou, ik had mijn camera niet mee. Maar wij zijn blijven logeren bij Rob's vader. Het is een hele leuke kerst. Alleen vanavond hebben we dus kerst met mijn vader en zijn vrouw. En wat zeg je? Oh ja, goeie. Dus we gaan even inkopen doen. Oké, we hebben alle inkopen gedaan. Het laatste kerstdiner vanavond. Maar we dachten, we komen er gewoon goed vanaf met een kaasfondue. Alleen dat was overal uitverkocht. Dus nu hebben we het uiteindelijk nog wel weten te vinden. En we hebben een kaasfondue pan kunnen lenen bij Rob's vader. Dus wij gaan nu ingeladen met alle boodschappen terug naar huis. En dan ga ik de vlog editen. En dan gaan we weer kerst vieren. Nou, de schoonmakers zijn er, dus ik heb een soort opruimwoede in één keer gekregen. Ik wil alles organiseren. Ik moet ook echt zo nodig al mijn kleren en dingen gaan organiseren. Ik heb hier ook allemaal stapeltjes gewoon met kleding. Het is gewoon niet te doen hoeveel overschot ik heb en hoe weinig ruimte in mijn kast nog. En ja, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik heb aankomende week echt bijzonder weinig te doen, wat ik heel fijn vind. Maar ik dacht, misschien is het dan een goede timing om mijn hele kast te gaan uitruimen. Zodat ik het nieuwe jaar inga met, nou, minimalistisch gaat het niet worden, maar met iets minder reuring omheen. Op zijn minst in de slaapkamer. En ik dacht, vinden jullie het leuk als ik daar veel van film? Of denken jullie, doe dat maar absoluut niet. Want er wordt de volgende vlog een soort organized vlog waarin ik eigenlijk probeer te ontspullen. Ik ga nu lekker de vlog afsluiten, want ik ga editen. En daarna heb ik heel veel stress voor het laatste kerstdiner dit jaar. En dan, als dat achter de rug is, ben ik helemaal blij. Dus ik zie jullie volgende week weer. Laat even weten in de comments of jullie dat organized leuk vinden. En tot volgende week.